De Bennenboekenweek van 30 september oant mei 11 oktober is al even aan de gang. Ook bij christelijke basisscholen De Frissel in Veenwaarden is er een leuk programma organiseren. We werken met het thema En Toen, dus dat is een geschiedenisthema of vroeger. En deze week werken wij in de groepen al in mijn verschillende thema's. Bij groep 1 en 2 werken wij over de ridders. Bij groep 3 en 4 over vroeger, over de stamboom en opa's en oma's. Bij groep 4 en 6 over de Egyptenaren. Groep 7 over de Grieken en de Romeinen. En in groep 8 gaat het over de prehistorie. Wij vinden Kinderboekenweek heel belangrijk, omdat wij, dat gaat vooral over boekpromotie en leesbevordering. Dus wij vinden het belangrijk dat we proberen te lezen en ook die communicatie met elkaar gaan. Aan de hand van een feestelijke opening binnen ze vorige week begon met het programma. Nou, er waren een paar kinderen uit elke groep was er één of twee en die kwamen dan zeg maar uit een tijdmachine. Ik ook, want ja, dit pak, ja, dat hoort er een beetje bij. Ons thema van groep 7 is Grieken en Romeinen. En dan kregen we een boek en dan moesten we hier op een bank gaan zitten. Tenminste, de hoofdrolspelers. Er staan een soort interessante activiteiten op de planning. De bern binnen in elk geval enthousiast. Nou, wij moesten voorlezen voor groep 1 en 2. Toen moesten we wat boeken voorlezen. Alleen we hadden vandaag gaan we nog een paar opdrachten doen, want wij moeten over Egypte doen en we hebben bijvoorbeeld een paar opdrachten zijn. We moeten soms letters in Egypte schrijven, je naam. En dan hadden we iets met Lego, moest je een piramide bouwen. Heel leuk, want we hebben het over Egypte en mummies en alles. Ik vond de kroepjes vond ik wel leuk. Dan komen ze eens maar knutselen. Nou, we werken over ridders. Boekje lezen over ridders en over tweeling. We hadden over de prehistorie en dan we gingen de ramen bedekt. En dan gingen we alles donker maken in de klas. Toen gingen we in de mianne gingen we in mijn kleden en mijn kessen. Ze zeiden, gingen we je lezen. En dat vond eigenlijk iedereen ook wel leuk. Heel erg leuk, omdat we wel van boeken houden. En de gorgels, dat zijn onze lievelingsboeken van Kinderboekenweek.